Ja, Niels was echt heel erg sterk vandaag. Ik zat in de eerste ronde bij hem en ik kon hem ook niet volgen, want ik was toen al vermoeid van gisteren. En ik was blij dat Sven en ik samen mooi aan het koersen waren. Dat we goed door konden rijden en dat we toen nog een klein beetje dichter kwamen. En toen is Niels weer iets rapper gaan rijden en toen nam hij weer wat afstand. Maar het was een mooie koers. Twee podiumplaatsen dit weekend, is dat goed voor jou? Ja, gisteren was ik heel erg tevreden en vandaag ook. Het was toch in eigen land en dan kun je niet zomaar bij neerleggen dat je een beetje rond gaat rijden en een beetje kan vliegen of fluiten. Dus ik ben blij dat ik derde ben. Je maakte er op het einde toch nog een sprintje van met Sven Nys, ondanks het feit dat hij misschien de punten meer kan gebruiken dan jezelf. Ja, maar ja, kijk, ik moet erom sprinten denk ik en hij klopte me, dus dat is goed. Binnen twee weken nog eens in het eigen Nederland rijden in Veghel-Aerde. Wat wordt het daar? Dan is het ook een hele mooie cross en weer een andere cross, een boscross. Maar dan ben ik hopelijk een beetje hersteld naar het zware trainingsweek en dan gaan we het dan wel weer zien. Bedankt.